Zit het nummer er al in? Helemaal, uiteraard. Gewoon heel veel thuis geoefend. Dan komt het helemaal goed. Hij is nu 70 geworden, maar is nog met Douwin getrouwd. Wij hebben een informatie dat hij het op zich wel heel erg leuk gaat vinden. Ja, dat weet hij vast wel te waarderen. Was het ingewikkeld om een groot koor uit Rolde bij elkaar te krijgen? Nee, het was echt heel kort werk. Er was 2-3 dagen, iedereen was enthousiast. Is Harry thuis? Ja. Hey, Harry. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ik zou nog een aantal mensen voor je doen. Fantastisch. Harry, hoe voelt dat nu veel wakker te worden? Nou, fantastisch. Ja, ik wist het niet helemaal precies wat er ging gebeuren, maar toen iemand hier op een gegeven moment stroom aftapte, toen dacht ik van, er gaat wat gebeuren. Ik hoorde dat in de omliggende dorpen het een en ander georganiseerd werd. Ik dacht, nou, Rolde kan niet achterblijven wat dat betreft. Dus een aantal mensen gebeld, blues in elkaar gedraaid. En ja, gewoon hele enthousiaste mensen hier in Rolde. Harry! Die man heeft zoveel voor de Nederlandse muziek betekend en als hij een kleinigheidje terug kan doen, dan doen we dat graag. Ja, heerlijk. Ik heb er speciaal een dag voor vrijgenomen. We blijven wel spelen, maar we willen gewoon een mooie cd maken en een paar grote optredens gaan doen. En een paar grote festivals volgend jaar. En, dan, en daartussen doe ik een paar hele kleine dingetjes, maar zal ik niet meer spelen.